Als je met meerdere personen bent, laat dan de eerste persoon de trein betreden via de machinistencabine. Deze persoon kan dan de deuren bij de trap voor de rest van de groep openen. Is er geen andere instapvoorziening beschikbaar, dan gaat iedereen via de machinistencabine naar binnen. Belangrijk is echter om zoveel mogelijk de instapvoorzieningen te gebruiken vanwege de fysieke belasting.